Hallo allemaal, welkom bij de Speller Reporter. Mijn naam is David en vandaag het afsluitende deel van de mini expansion packs voor Alien Frontiers, deel nummer 7. Dit is meer een soort van promopakketje. Daarin zitten 3 nieuwe Alien Tech kaarten en 2 nieuwe Asteroid kaarten. Dus laten we die maar snel even gaan bekijken. Omdat dit een promo was, zat er dus geen coverplaatje bij en ook geen andere reference kaarten of lege kaartjes. Gewoon 3 Alien Tech kaarten en 2 Asteroid kaarten. Eerst maar de Alien Tech kaarten. Hiermee kan je goed je tegenstander dwars gaan zitten. Je betaalt 1, 2, 3, 4 of 5 of 6 fuel. Het aantal fuel wat je inlevert, alle schepen, alle dobbelstenen op het bord die dat getal hebben, die gaan van het bord af en gaan terug naar de maintenance bay. Dus dan kan je mooi vrije plekken op het bord creëren om jouw dobbelstenen neer te leggen. Of als je het asteroid aanbod niet fijn vindt, dan kan je deze kaart afleggen en dan leg je alle asteroid cards die nu op het bord liggen, die leg je onderaan het dek en je vult weer aan met 4 nieuwe kaarten, dus een reshuffle. Deze zorgt ervoor dat je tussendoor je dobbelstenen in mag zetten, dus je doet je worp en je doet je beurt, maar het kan zijn dat je wat dobbelstenen niet gebruikt, die zet je dan op deze kaart. Je betaalt 1 fuel per dobbelsteen en als een andere speler klaar is met zijn beurt, mag je zeggen, hey, ik ga nu even mijn beurt afmaken en door deze dobbelstenen in te zetten. Staan er aan het begin van je volgende beurt nog steeds hier de dobbelstenen, dan haal je ze weg ongebruikt en gooi je ze opnieuw. Maar mocht je dus de ideale combinatie hebben voor een bepaalde actie die je wil doen die bezet is, dan kan je ze hierop zetten in de hoop dat die actieplek tijdens een andere beurt vrijkomt en dat jij er dan nog even gebruik van kan gaan maken. En de laatste kaart in deze set die zegt als door het gooien van de dobbelsteen de onderste kaart uit het asteroid aanbod van het bord zou gaan, dan kan je zeggen, hey, ik betaal 1 muntje. En dan komt er geen nieuwe kaart, maar gaat de onderste gewoon terug naar positie 1, schuift alles door. Maar blijft er dus het aanbod hetzelfde en komt er geen nieuwe kaart voor in de plaats. Of als je heel graag een asteroid kaart wil, maar je hebt niet op dit moment de goede dobbelstenen ervoor, dan kan je ook deze kaart afleggen. En dan mag je de 4 asteroid kaarten in een willekeurige volgorde opnieuw neerleggen. En dan kan je het dus zo neerleggen dat jij die asteroid kaart wel kan pakken. Dan zitten er dus nog 2 asteroid kaarten in. En met deze kaart haal je gewoon alle asteroid kaarten weg. Boom, naar de onderkant van het dek. En alleen door het dobbelen van deze dobbelsteen komt er langzaam maar zeker weer nieuw aanbod in het spel. Maar dit zorgt dus ervoor dat het Outer Belt bord helemaal leeggehaald wordt. En ook met deze kaart kan je wat plek maken op het bord. Want leg je deze kaart af, dan mag je bij 1 Orbital Facility of 1 Faction Facility of bij een Outer Belt position, mag je alle dobbelstenen die daarop staan, die gooien naar de Maintenance Bay. En dan kan jij daar mooie dobbelstenen neer gaan zetten. En dat is alles wat daarin zit, dus 3 Alien Tech kaarten en 2 Asteroid kaarten. Mocht u er nog vragen over hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellerreporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.